minister Gilmore Hoefteraad. Hij heeft vrijdag op een persconferentie benadrukt dat hij staat achter het sociaal beleid van president Desi Bouterse. Nu de economie de goede kant op gaat, is zeker 51,6% van het overheidsbudget begroot voor sociale projecten. Ook in de area van sociale bescherming, armoedebestrijding. Als we kijken naar de issues zoals drinkwatervoorziening, hoeveel er nu verschaft is richting de bevolking, maar het kost geld. Net zoals energie. Woningbouw is behoorlijk toegenomen, maar met woningbouw, met upgraden van de woonwijken, met het verbeteren van de situatie in de ziekenhuizen, speelt energie, speelt stroom een hele belangrijke rol. En dat komt gelijk weer bij kijken. Ik was laatst bij de start van het upgraden van de operatiekamers en de IC-unit van AZ. Ik heb die plaats ook bezocht. Wat daarachter stand was, kwam niet van 1 of 2 jaar. Dat komt van tientallen jaren. Ik ben blij dat we deze stap hebben genomen om heel veel in de gezondheidssector te stoppen. Omdat de mens altijd centraal staat. De subsidies aan maatschappelijke groepen gaan onverkort door, benadrukte de minister. De meeste subsidiemiddelen gaan naar de EBS. Ik heb ook al gezegd, naarmate wij meer verdienen, gaat er meer terug naar de maatschappij. Het was al vast 1,5 meer dan in 2017, die al gestegen was met een derde ten opzichte van het jaar daarvoor. Ik weet nog dat DNA vroeg om 300 miljoen extra voor de gezondheidszorg, waar wij 400 miljoen van kunnen maken. Gewoon omdat wij dus als regering centraal de gedachte van het verbeteren van de mens in feite cruciaal voor ons is. De mens is en blijft centraal in de gedachtegang van deze regering. Aldus minister Gilmore Hoefteraad van Financiën gisteren op een persbriefing op zijn kabinet. Hij gaf een uiteenzetting over de economie van Suriname en de besteding van overheidsinkomsten.